We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de meteorologische dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. In de avond is er kans op lichte buien in enkele gebieden. Aan het einde van de nacht ontwikkelt zich in enkele gebieden nevel, mogelijk mist. Verder is er ook kans op enkele geïsoleerde buien in de ochtenduren, voornamelijk in gebieden ten zuiden van Suriname. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er plaatselijk nevel en of mist in enkele gebieden. Morgen 6 januari zal het in de ochtend tijdelijk bewolkt zijn met voornamelijk zonnige perioden. In de middag worden er enkele lichte buien verwacht. De meteorologische dienst waarschuwt dat het morgen lokaal winderig zal zijn.